Hallo, hier Link 2155 en welkom terug in een nieuwe aflevering van Eurotruck Simulator 2 in het tweede seizoen. Hebben we intussen tijd gedaan? We hebben verder nog even geen ritjes gedaan, dat hadden we verder getrokken. Wat hebben we wel gedaan? We hebben inmiddels mijn DAF-afdeling, hebben wij dus een nieuwe motor erin gelegd. Een 510 pk motor hebben wij erin gelegd. In de hoop dat we nou al beter op de beeld op kunnen komen. Ben gelegen. Normaal. Nou, ik zou het eventjes... via deze kant kunnen we dat natuurlijk weer niet zien. Vrachtwagen upgrade. Nee, dat was niet helemaal de planning, maar we kunnen... we gaan gewoon even via deze kant naar service. Gewoon even goed, zo makkelijk. Maak ik het hier op druk. Zegt hij, je moet naar een vrachtwagen. Maar goed, alle vrachtwagens zijn in principe gewoon dezelfde model. Dus we gaan even naar de upgrade versie. Dit is dan waar in de wereld. Ach, mi vree. Ja, dat is waar ook. Iedereen heeft nou een Juliette in die vrachtwagen zitten. Nou, dat gaan we even, dat gaan we meteen eventjes oplossen. Nou, ik ben er nou toch. Nee, dan moet ik even naar de binnenkant. Niet iedereen wil met Juliette rijden. Dat geeft zo'n vreemd gezicht, hè? Zo, even de bestelling zo maken. Dan gaan we even hierheen. En dan halen wij... Even naar de conferentie gaan. Even kijken. Michael. Nee, ik sta er verder niet tussen. Nee, mijn vrachtwagen staat er niet tussen. Nee. Goed. Hup. Klaar is klaar. Ik ben de enige die met Juliet rijdt en geen ander. De motor, dat is de Packer MX375 motor is dat. Dat is de 510 pk aan de, voor deze vrachtwagenmodel. Dat is eigenlijk bij de laagste motor die erin ligt in deze versie van de DAF, de XF versie. Maar goed, het is dit niet. Wij hebben dus de heuveloverwinning al wat meer over de helft heen weten te krijgen. En ja, het kostte me even liefst 8 keer 19.200 en dat kostte me behoorlijk wat geld. Maar goed, we kunnen in ieder geval de heuvel weer op. In ieder geval gaan we vanuit. Zo niet, dan zou er nog een keer een nieuw versnellingsbak in moeten komen. Wel heb ik dat even gedaan, want deze versnellingsbak die kon dus nog wel blijven. Maar ik heb er even ook een andere ingelegd dat wat meer kracht bijgaf. Oh nee, deze stond er, voor mij stond deze er al standaard in, of niet? Ja, volgens mij wel, weet ik niet meer. Maar doet niet uit, dit was het. Zo te zien is Juliette daar mooi verdwenen. Even kijken, daar ook. En de Juliette van mij, die zit er nog wel netjes in. Klaar is klaar aan. Goed, nou, dat was dat. We gaan even inmiddels alweer even een opdracht zoeken in de ladingsmarkt. Hartstikke gezellig natuurlijk. Oh, allemaal motortjes, hartstikke gezellig motorfietsjes. Zo, wij zitten natuurlijk in Amsterdam, we gaan niet naar Italië of zo, weet ik veel waar die E voor staat. We hebben een ritje Rotterdam, twee maal. We hebben nog eentje naar Dortmund en dan gaan we deze accu's wegbrengen. Dat vind ik wel leuk. Hoppakee. Route is berekend. We gaan de accu's wegbrengen in Nederland. Lullebal, motor stond er aan. Zo. Nou, meteen is dat ook alweer verdwenen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hoppakee, ik wil hem daarom hebben. Vind ik wel gezellig. En natuurlijk draait de stuur de verkeerde kant weer op. Dat is heel normaal bij mij, blijkbaar. Hé, hey, lekker jong, waarom spring je nou een keer naar de drie toe dan? Oh ja, nee, ik snap hem al. Sla links af. Hé, hey, de onweer buiten.
Oh, niet in de game hoor. Zo dadelijk. Rechts afslaan. Sla rechts af. Nee, er ligt een andere motor in en ik heb meteen een hele andere versnellingsdingen erin zitten. Oké. Okay. Route herberekenen. Voor mij staat bij de verkeerde klant. Ja, ik moet bij TNT wijzen. Dat maakt dus ook nog weer een verschil, zie ik. Als je dus een andere motor erin legt, dan... Sla rechts af. Verander dat dus mee. Nou, dat wist ik zo dadelijk. Rechts afslaan. Sla rechts af. Ik ben onderweg, popje. Sla links af. U heeft uw bestemming bereikt. Zo, nou, dan moeten we dat eventjes aanklikken. Hoppakee. Ja, we nemen de opdracht aan. We gaan naar Rotterdam toe. Nou, om ons nog makkelijker te maken. Hoppakee. Route wordt berekend. Route herberekenen. Goed, even kijken. Tot hoe ver ga je dan? 16 versnellings. Iets hebben we niet helemaal goed gedaan, ben ik bang voor. Waarom heb ik in één keer 16 versnellings erin zitten? Ik meen dat daar gewoon een versnelling bak van 12 erin geknikken had. Sla rechts af. Zover ik weet. Zo dadelijk. Links afslaan. Sla links af. En ik begon net te wennen aan de 12 versnellings. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Sla rechts af. Rijd rechtdoor. Ah, hij trekt hem tenminste wel de beeld weer op.
En als deze vrachtwagen op deze manier tenminste een beetje verzoenlijk de beeld op wil natuurlijk, dan is het voor mij geen probleem om deze motor erin te laten zitten. Het was eigenlijk bedoeld dat hij eigenlijk een poos op de 12 versnelling, op 12 versnellings bleef hangen. Dan moet ik weer helemaal eventjes weer bijkomen, op bijkomen. Even weer in mijn geheugen laten griffen wat waar die het best op rijdt. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Sla rechts af. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Sla rechts af. Blijf rechts volgen. Daarna rechts afslaan. Kut. Sla rechts af. Ik ben van hier de drie trekken niet zo heel erg van. Ja, ik denk niet dat ik nog een keer in de regen sta, vriend. Daar beginnen wij niet aan. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Dus we gaan hem even een iets andere versnelling zetten. Sla rechts af. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Sla links af. Oh ja hoor. Je hebt Janneke zitten weer tegen elkaar op. Sla rechts af. Zo dadelijk, links afslaan. Sla links af. U heeft uw bestemming bereikt. Zo. Even anders weer uit. En... Ach, kijk nou, we hebben weer een prestatie testrijder. Ja, nou ja, zo ben ik, een echte testrijder. Goed, nou, eens even kijken wat jullie nog meer voor ons hebben, jongens. Deze gaan omgerijden hoor. Wat heb je nog meer? Duitsland, we hebben nog eentje na. Oh, we hebben er twee na handen over. Dat is ook nog wel weer leuk. Nou, nog een stukje Calais, maar we hebben gezegd dat we gaan pendelen tussen Duitsland en Nederland momenteel. Om daar het geld binnen te slepen. En dan pak ik... gereedschap naar Hannover. Die kost me 7850. 11 uur 41 minuten. Aanbod loopt over 30 minuten. Goed, dan gaan we naar Hannover. Neem opdracht aan. En dan gaan we dan. Zo. Nou, die is weer geladen. Ah, kijk, lekker vroeg in de ochtend, dus we kunnen lekker doorrijden. Route is berekend. Dat is mooi voor die route.
Ja, blijkbaar hij in de 3 best wel een beetje een moeilijke situatie. Dus dan doen we dat maar zo. Sla rechts af. Dan gaan we weg, Mip. Zo dadelijk links afslaan. Sla links af. Daarna rechts afslaan. De botsing is ook inmiddels verdwenen. Sla rechts af. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Sla links af. Ja hoor. Dat is een andere lul die er gewoon weer voor moet knallen. Je bent wel zo schat om me er weer voor te laten. Ta-ta-ta. Zo. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Ja, ik ben onderweg, lieverd. Sla links af. Ja, dat kan wel. Blijf links volgen. Ja, dat had ik al in de gaten, lieverd. Doorschakelen. We laten hem nog eventjes hierin staan. Toen heeft mijn side panel nog wel eens even de nuk om niet te willen luisteren. Dat hij zijn eigen conclusie trekt.
Oh, is wel lekker vlot trouwens naar... Eigenlijk wel lekker vlot trouwens. Rijd rechtdoor. Dat hij op de 80 zit. Nou, de versnelling van 16 die zou nou ideaal zijn alleen voor in Frankrijk of zo. Want in Frankrijk, daar mag je weer met je vrachtwagen 90 rollenbollen. Dus ja, dan is het ideaal om een 16 blijf versnelling links volgen. Te ga daarna rechtdoor. Rijd rechtdoor. Maar om nou een 16 versnelling bak hier verder te hebben. En niet even aan je 16e versnelling. Niet dat het uitmaakt als het mijn vrachtwagen daardoor veel makkelijker de heuveloverwinning kan verbeteren. Dan dus, we maken het er niet uit dat zo'n versnelling bak erin ligt natuurlijk. Dat is ook wel weer handig. Maar ik moet wel zeggen, met zijn H-shifter rijden, dat laat mij veel dingen opmerken in een spel waar je normaal gesproken eigenlijk je aandacht niet zo gauw in legt. Normaal was het gewoon een motortje starten en hollen met dat ding. Ja, en als je zo'n H-shifter hebt, dan is het toch best wel reinig. Dan wist je ervan dat als je een andere motor erin legt, dan... dat je dus even ergens anders op moet letten. Maar ja, normaal is 2, 4, 6, 8, 10 en 12. En dan de oneven 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maar ja, dit is net weer andersom. Je pakt je van de 1, 3, slaat de hele 2 over. Normaal merk je dat niet zo snel op. Als je gewoon op automaat hebt neergezet op de C wat dan ook, ja, dat is gewoon je gaspedaal indrukken en een keer remmen wanneer het nodig is. Doet het ook wel goed. Iria K is een level omhoog gegaan. Daar moet ik ook nog eens even weer naar kijken. Ja, ik denk het ook wel, Chappie. Je kunt toch even degelijk zien dat ik mijn kniplicht al 10 minuten aan heb staan gemaakt.
nou deze verloren. Nou, dan heeft er dus een andere motor in. En, dan blijkbaar een 16 versnellingsmotor. Hij trekt hem al gewoon veel beter de bult weer eindelijk op. Niet dat hij daarmee gemaakt de hele motor naar binnen wil trekken. Dat hij bijna stilstand aan het rijden is. En dat is wat wij natuurlijk willen. Hij zou wel bij die zwaardere, echt bij die hele stijle zou hij nog wel even moeite moeten hebben natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant op zich is dat nog niet het ergste geval van alles. Uiteraard ben ik ook wel weer zo vriendelijk geweest om al mijn das en andere motor erin te knikkeren. De Scania's die gaan zeker ook nog gebeuren, maar volgens mij, althans die zou ik eens even eentje van de week pakken. Om daar eens even mee te gaan rijden. En eens even zien wat die onder de kap heeft liggen. Althans, kan ook natuurlijk wel even gewoon op de lijst kijken. En als ze zeggen van blijf links volgen. Minder dan de helft, dan kun je wel de klok op gelijk zetten wat die vrachtwagens weer doen. Maar die hebben ook weer natuurlijk een andere vrachtwagen. Ja, hè? Maar ja, dan moeten we eerst weer even geld hebben. Hè? We schieten alweer mooi op. Ik zie, oh, er zijn al met zo'n kleine 1000 euro erbij gekomen. Dat is ook niet erg veel, nee. Ik had in de gedachte voor Zwolle om een nieuwe Scania aan te gaan schaffen. En dat kan ook. Dat is niet zo'n probleem. Dan hebben we meteen alweer een Scania staan die ook de andere kan configureren. Dat die dus dezelfde motor erin hebben liggen als alle andere. Dat is wel weer handig voor het configuratiesysteem trouwens. Je hoeft niet de hele peloton op te roeren, de hele peloton af te lopen alleen om een andere motor in te laten leggen.
Dat is even die kleine vrachtwagentjes hier om voor je te krijgen. Die, die betonmolen dingen. En die kraantjes ook. Nee, over die kraantjes van. Die ben echt niet vooruit te branden, die kutding. Rijd rechtdoor. Even mijn pedaaltje deze kant op halen. Dan smeer die kant op. Zo. Rijd rechtdoor. Kunnen we een beetje volhouden, Juliet? Ja, toch. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Ah, oh, kom op. Neem de rechterafrit. Ja, ik ben onderweg. Niet helemaal zoals ik zelf eigenlijk in gedachten had. Oh ja, even toen naar zijn 14, lieve jongen. Blijf rechts volgen. Deze rechts dus. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Neem de linkerafrit. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Kom op elkaar, schat. Sla rechts af. Blijf links volgen. Ja, dit is allemaal gewoon 100 en dan die droppelen die gaan allemaal gewoon achter een betonballetje aanrijden. Kijk, zoals die ook, die heeft ruimte, weet niet hoeveel ruimte heeft hij. Nee,
ik blijf hier achter rijden. Amoula, vriend. Wij gewoon er even een listelijke beetje tempo erbij, hè? Toch hier langs op beeld. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Ja, ik zal even mijn rem even weggebruiken natuurlijk. Neem de rechterafrit. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Sla links af. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Oh jezus jongen, je kunt er doorrijden man, ik heb de groen nog niet. Rood. Ja, wij mogen. Jee. Nou, als jullie stil blijven staan, dan ga ik verder. Kun je wel bedenken natuurlijk, hè? Oh, we zijn er wel blijven. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Sla links af. Dus die gewoon een verkeerslicht te maken van links, rechts, voor, achter. Zoals wij hier normaal gewend zijn. Baan voor links, baan voor rechts door. Dan krijg je dit soort geneuzel krijg je niet. Ja, Enschede, die heeft het, heeft dit soort systemen. Maar ja, flauw voor woord is dat het wel. Enschede die heeft ook geen fatsoenlijke verkeersbanen. Zo dadelijk, links afslaan. Sla links af. Sla links af. U heeft uw bestemming bereikt. Nog niet helemaal.
Te veel. Zo. Nou. Dus kijken, waar zitten we nou eigenlijk? Bij de McDonald's zeggen. Ja, tuurlijk. Have McDonald's, have a farm. Ja, deze dan niet. Deze is gewoon ergens mooi langs een weggetje. Ha. Zolang ik weer een truc-simulator speel, valt het me niet pas eindelijk eens een keer op dat ik ergens een levering mag doen bij de McDonald's in ETS. Dankzij Promods. God, wat leuk. Echt leuk. Geen gein, echt leuk. Ja, dan mogen we natuurlijk ook een levering bij de McDonald's ophalen natuurlijk. Goh, ik heb er 43 minuten over tijd. Oh, ik zou het trouwens even lossen, want anders gaan we ons nog een plaat. Van resultaat. Wat heeft de McDonald's hier als... Er zijn momenteel geen vrachten. Ah. Bij de McDonald's mogen we niks ophalen. Dat vind ik nou ook weer een beetje zwak. Als we daar ook even een leveringetje mogen doen. Maar wat leuk joh. Goh, bij de McDonald's mogen we een keer leveren. Goh, wat grappig. Goed. Ik hoop dat jullie weer leuk hebben kunnen laten genieten van deze rit. Nou, natuurlijk is het altijd niet heel erg spannend. Wel dat alleen zijn rest weer zijn een andere eikel tegen elkaar op moeten botsen. Niet heel veel verandering qua materiaal. Alleen dat we een nieuwe motor in hebben liggen. Waarom is mijn ADR-potje zo ontiegelijk bruin? Nou, dat weet ik ook niet. Maar nu zelf laat eigenlijk. Dan mocht je hier de beurt van genoten hebben, dan weer voor de vriendelijke vraag voor een like, eventueel een leuk berichtje natuurlijk, daar krijg je 100% reactie op. En vergeet niet op het belletje te drukken voor de notificatie, wat je zou willen zien op mijn kanaal. En uiteraard, Euro Truck Simulator of een andere game zul je dan niet meer missen bij Link 2155 op zijn kanaal. En ja, verder niks. Ik ga weer afsluiten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag verder toe. En tot de volgende keer in de volgende aflevering van Euro Truck Simulator seizoen 2.